Eigenlijk loop ik niet graag wedstrijden. Ik ben Louise, ik ben bijna 24 jaar. En ik doe sinds mijn 8 jaar aan atletiek. Ja, vooral in de crosscup heb ik veel crossen gewonnen. Ik heb een aantal keer dat klassement gewonnen. 3 keer het Belgisch kampioenschap cross gewonnen. En dan ja, vooral mijn Europese titel bij de beloften dan in de cross. Dat was toch wel de prestatie dat ik zo meest trots op ben tot nu toe. Ik heb vroeger herinneringen van als wij van school kwamen, hier niet zo ver vandaan, dat wij van de ene lantaarnpaal naar de andere om te eerst liepen. Ik ben 2 jaar ouder dan Louise. En ik denk dat ik 6 was, dat zij 4 of 7 en 5. En dat zij gewoon toen al sneller liep dan mij. Maar hoe maakte hier zo op de stoep voor de deur zo een volledig parcours met trampoline en hinkelen en lopen? Ik ben heel goed in corona. En dan moest ik het iedere keer sneller proberen te doen. Eigenlijk is dat pas 4 jaar geleden of 3 jaar geleden dat dat echt super was. En daar, ja, daarvoor ook al, pas op. Nu zeg ik rare dingen. Pas op maar wat hij deed. Ja, inderdaad. Maar in het middelbaar ging ik wel een keer mee naar de wedstrijd in Gent. Maar toen besefte ik nog niet wat voor impact dat Louise ging hebben binnen de loopwereld. Hoe goed dat ze eigenlijk ging worden. Ja, ik had dat zelf ook nog niet door. Ik denk dat ik nu zelf, ik denk dat ik nu soms zelfs nog niet door heb ja. Hoe dat je ja, bent. Mis, ja. Voor mij is het een plezier om met Louise samen te werken. Hè. Het is een hele gedreven, intelligente atleet. Die heel veel karakter aan de dag legt, die een groot engagement aan de dag legt ook om haar sport eigenlijk optimaal te beleven en ook te bedrijven iedere dag. Geen inspanning is haar te veel om haar doelen te bereiken. Dus dat is voor een trainer altijd heel plezierig om met zo'n atleet samen te werken. Het is niet alleen maar het loopwerk. Maar ook krachttrainingen, stabilisatietrainingen, kinébezoeken, noem maar op. Eigenlijk is die meid een ganse dag bezig. Wat dat betreft denk ik dat dat niet genoeg benadrukt kan worden. Dat het leven van een topatleet toch wel, en zeker in onze sport, toch wel niet te onderschatten is. Nee, fierheid als mama gaat nooit afhangen van een of andere prestatie. Zij wel fier als ze presteert, maar ben ik even fier op haar als ze zei... De laatste loopt. Ik weet wat je ervoor over hebt, hè, Louise. Wat je moet doen en wat werk dat vraagt om er te geraken elke dag weer. En ook fier op de manier waarop dat ze toch omgaat met de situatie die niet makkelijk is. Is wel de sport, de studies die ze gedaan heeft, het overlijden van een papa die uiteindelijk wel... een beetje haar een god was voor haar. Hè. Dus dat is toch wel... Ik denk dat we fier mogen zijn op de manier waarop dat we er blijven zijn. Dat denk ik wel belangrijk. Ja, allemaal, hè. Ja. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen leven en zoekt zijn eigen weg. Maar iedereen moest wel met dat verlies omgaan. En dat is wel niet simpel. Toen had ik een enorm dubbel gevoel, omdat ik eigenlijk het jaar nadat tegen storm was, zo ben doorgebroken, zeg maar. En ik begon crossen te winnen. En ja, de zomer daarachter eigenlijk tot mijn beste prestaties op de piste gelopen tot nu toe. En ik vond dat niet logisch dat ik zo goed liep op een moment dat ik het eigenlijk moeilijk moest hebben. En ik had het ook heel moeilijk vaak. Zeker zo direct na wedstrijden was dat heel dubbel. Misschien heb ik op die manier sneller een bepaald niveau bereikt dan het geval zou geweest zijn, mocht hij er wel nog geweest zijn. Maar ja, ik vrees ook dat ik na dat eerste jaar daar zo wel wat een weerpots van gehad heb. Ik probeer nu ook wat nieuwe prikkels in de training te brengen om het leuk te maken. Want dat was er zo'n beetje ingeslopen. We willen voldoen aan de verwachtingen. Een keer dat je goed presteert en een bepaald niveau haalt, dan verwacht je van jezelf veel. Dan wordt er rond jou ook wel veel verwacht. En dan, zo ben ik zo'n beetje de,
ja, zo echt de fun zo, denk ik, een beetje verloren. En ja, nu de laatste weken heb ik dat wel weer meer en meer. Dus ja, ben een keer benieuwd wat dat de komende periode, allee, wat dat dan mee gaat brengen. Dus, mijn familie ja, doet ook wel heel veel inspanning. En heel, allee, vooral als ik kijk naar mama, die, ja, die gaat praktisch naar elke wedstrijd mee, tot in Rio zelfs. Zij past haar planning aan mij. Als ik in het weekend thuis ben, dan maakt ze allee, dat we gezond koken. En, ja, ik denk niet, Louise, dat dat een opoffering is hoor. Voor mama niet. Nee, voor maar onze, allee, mijn zussen ook. Ze doen toch de moeite om naar de crossen te komen. En ze hebben er begrip voor als ik inderdaad misschien een keer niet zo lang kan blijven als we op het strand of als er een feestje is. Of, ja, maar voor ons is dat uiteindelijk geen opoffering. Wij moeten nee, ik denk opoffering is misschien ook niet het juiste woord, maar iedereen, je ziet gewoon dat iedereen inspanning levert. Ja, en gewoon begrip heeft voor wat ik doe. Want ja, ik heb zo toch niet echt het doorsnee leven van iemand die gewoon studeert of gaat werken en daarnaast een normaal sociaal leven heeft. Dat is iets helemaal anders. En ik vind dat niet evident dat iedereen in de familie daar volledig in meegaat. Oh, wij wel. Dus ik probeer zo wat af te stappen van echt de focus te leggen op één groot doel in een seizoen. Anders ja, is het gevaar dat je daar echt zo gaat op blind staren en enkel eigenlijk daar nog mee bezig bent. Zo de Olympische Spelen, en dat spreekt toch wel tot de verbeelding van veel mensen. Alleen had ik het gevoel dat ik daar in 2016 eigenlijk nog niet helemaal klaar voor was. Ik was natuurlijk ook nog jong. De komende jaren hoop ik alle grote kampioenschappen nu wel te kunnen doen. En in 2020 ja, echt wel een keer een goede prestatie, zodanig dat ik mee kan naar Tokio. Dus ja, spannend.